Hallo, welkom lieve mensen bij onze film Zoeks. De eerste animatiefilm die wij samen maken. En tevens de openingsfilm van het Jef Film Festival. Is een hele grote eer voor ons, Sire, dat u er vandaag zelf bij wilt zijn. We vinden het zelf heel spannend, want we hebben lang aan dit project gewerkt. 10 jaar. Ja, we hebben eerst alles bedacht, alles getekend, alles ontworpen. Locaties, personages, auto's, alles. Dan uitzoeken hoe we die film kunnen maken, met welke animatietechniek, want er zijn natuurlijk heel veel animatietechnieken. Wij hebben gekozen voor rotoscopie, een techniek die ook Walt Disney al gebruikte voor zijn legendarische Sneeuwwitje. 4 jaar om uit te zoeken welke techniek. 4 jaar. En dan, na 7 jaar zoeken en testen, kreeg het project eindelijk groen licht en konden we eraan beginnen. Eerst filmen. Met fantastische acteurs. Hè? 5 weken. Ik heb mij volledig kunnen laten gaan. Gekke bekken trekken en zo. Maar ik wil vooral Dimitri en Christophe bedanken. Omdat ze mij na meer dan 40 jaar terug met een trottinet hebben laten rijden. Dat was speciaal, hè? In het begin vooral. In het begin was dat speciaal. Zonder decor. Alles groen rondom u. Een paar volumes waar je op staat. Dus je moet je daar een beetje aan aanpassen, maar dan... Oh, echt zo'n mime, de deur gaat open ja. En toe. Daar kun je niet passeren, want dat is eigenlijk een muur. Ja. Maar dan smijt u en dan speel je vol een bak en dan was dat superleuk om te doen. Een heel nieuwe ervaring. Die crash in een helikopter. Ja. Dan zaten we gewoon op een hoop, een groene hoop, met een omgekeerde tuinschaar, omdat je dan een scharnier hebt en dan... En doen of je in een helikopter moesten zit? Moesten we doen. Ik was dan, aan het sturen, hè. Sorry, ah ja. En dan, dus, dan zaten we en dan crashte de helikopter. Dan crashte de helikopter in. En dan speelde jij met een whiplash en al tot gevolg. En u bent... Robin. Robin Waterman. Hallo, ik ben Mona en ik speel Robin. In de film mocht ik superveel ruzie maken met mijn mama, maar gelukkig gebeurt dat niet zoveel echt. Mama, alsjeblieft, ik wil niet te laat zijn. Ja, pak dan mijn fiets. Maar je weet toch dat ik niet graag met die oude rammelbak door de stad rijd? Ik ben de wettelijke koning in de film Zoeks. En u zult me herkennen aan mijn iets wat afwijkende haardracht. Die verschilt van mijn originele haardracht. Wat kan ik erover zeggen? Ja, ik word geloof ik tijdens de eerste 5 minuten van de film reeds begraven. Maar word ik wel echt begraven? Hey. Wat doet je daar? Je weet toch dat je in het woud mocht komen? Hoe bedoelt je? Ik woon hier. Jij woont daar? Hallo, ik ben Glenn Scott en ik speel de rol van Wolf, de bloedmooie prins Leon. Geniet van de film. Dag kinderen, ik ben Daisy Ip en ik speel Helene Valkeneers, de slechte. Ik ben dan ook de bestie van de slechte koning en ik haat de natuur en ik denk ook dat ik kinderen haat. Zoals u, hè, heeft de koning ze graag. Wij willen ook iets zeggen. Dag. Veel plezier met de film. Oh, wacht. Er is nog iets heel belangrijks. Je kan ook meedoen aan Zoeks door de slechterikken te verslaan. Dus tegen de slechterikken van het BNC. En dat kan door mee in het verzet te komen. Je moet gewoon mee in het verzet komen via www.natuurcontrole.be. Oké. Verzet. Goed, gaan wij nog iets verzetten? Ja.